Villa Tour maken we samen met Skoda. Live Slow Ride Fast fan van het eerste uur. Trotse partner van Team Jumbo-Visma en van de Tour de France, maar vooral gek van wielrennen. Was het niet Joop die zei, de fiets en verder niets. Nou, wij gaan verder. Het leven op, maar vooral ook naast de fiets. Dit is de Live Slow Ride Fast podcast. When love ain't winning, the mood starts swinging. The devil's grinning, he keeps on singing. Hearts get heavy and time's an enemy. Na het circus van gisteren was het vandaag, donderdag 7 juli, een beetje carnaval. De start van de etappe van vandaag was namelijk in Bench. Niet alleen thuisbasis van Intermarché Wanty-Gobert. In plaats van de handeling van de jaarlijkse wielerkoers Bench Guimet Bench. Maar vooral bekend van het jaarlijkse carnaval. Wauw. Bench, stad van de Gilles-personages die ieder jaar tijdens carnaval tevoorschijn komen. Extravagant geklede, gemaskeerde heerschappen die na een ontbijt van oesters en champagne bloedsinaasappels naar het publiek gooien. Nou, wij weten niet wat Wout vanochtend gegeten heeft. En het enige wat ik hem heb zien weggooien was een leeggetrokken bidon. Maar de maskers gingen af vandaag. En van festiviteiten in de laatste 10 kilometer was even min sprake. Geen circus, geen carnaval. De slotfase van vandaag was een oud-Hollandse Grande Casino. Het casino waarin een Sloveen met een pluk haar uit zijn helm uiteindelijk met volle zakken tevreden naar buiten loopt. Mijn naam is Steven Bolt. Tegenover mij zit hij, Laurens ten Dam. Geen spiritueel leider dus. Bienvenue à Villa Tour. Allez, on y va. Lau. Het is rustig, hè? Het is rustig. Het is zen. Dus, ja, het is zen, maar de energie zit erin. Ja, nee, maar gisteren hadden we heel veel mensen te kijken. En ja. Vandaag hebben we gewoon lekker met z'n tweeën op bed liggen kijken. Laptop hier op de buik. Beetje de krantjes lezen. Ja. Beetje wachten op de laatste 20 kilometer, toch? Wat een verschil, hè? Nou ja, gisteren was wel hectisch. Zo. En heb je een beetje decompressie de dag gedaan. Wij hebben Dennis Dussel, die hier vandaag eventjes... dat is eigenlijk de enige in het publiek. Dus we hebben één koppig publiek. We hebben één toeschouwer. Dennis, we waarderen dat je er bent. Je krijgt vandaag de volle aandacht. en verwachten die ook terug. Maar dat is ineens een soort van oase van rust. Nou, het is wel even lekker. Bruno, ik zag Bruno, onze cameraman. Ja. Hè, want deze podcast is ook op YouTube. Niet een vaste dienst, hè? Nee, we willen hem graag een vaste dienst, maar hij boucheert niet. Komt vast wel, dan nemen we iemand anders van de camera school. Ja, dat zal vast bedoel, wel school van zijn. Lekker inwisselbaar. Ja. Nee, maar Bruno die heeft gewoon vandaag NL Ziet op tv gezet. Ja, zodat we eindelijk gewoon een beetje beeld hebben zonder haperen. Want tot nu toe moest jouw laptop altijd aan de televisie vaststaan. Ja. Opstartproblemen in Villa Tour. Ja. Kleine opstartproblemen. We gaan er niet over zeuren. Weet je wat ik vandaag gedaan heb? Ik heb wijn uitgepakt. Ja. Ik heb alle glazen van Quaremont die we geleverd hebben. Geen wijnglazen neergezet? Nee. Want we drinken gewoon de wijn. Richt je nou even niet op. Richt je nou even op wat ik wel gedaan heb. Oké, sorry. Ik kwam hier aan, er was zelfs geveegd. Het is elke dag wordt die hut hier een beetje beter. Beter, ja. Zeg maar. Dus okay. De televisiegame is geüpgrade. De bar staat vol met spullen waar we het zo meteen over gaan hebben. Er is geveegd. Het is nog geen mancave, maar het komt in de buurt. We zitten bijna aan het wiel. Ja, maar weet, laatste metertje. Dat is lastig, hè? Dat is lastig dichtrijden. Barbecue gaat lekker. Over, dat is heel belangrijk, want we gaan zo meteen lekker eten. Maar over deze tafel en in het kader van de chit-chat. Ik zie voor mij een glas, een Quaremont-glas met een Mer-rozeetje erin. Met een Mer-rozee. Dat kan gewoon. Dat kan gewoon niet. Vandaag ik zocht een glas, maar we hebben dus gewoon top-rozee. Vandaag is eindelijk de wijn binnengekomen, want ik moet eerlijk zeggen dat na 7 dagen streed Quaremont een wijntje ook al een keertje lekker in ging. Weet je. Ja. Ik vond me net een Amerikaan die niet weet wat wijn is. Er kwam een shitload in. Shit laat binnen. We zitten in het kwam een beetje laat en het was een flinke lood. We zitten wel in het noorden van Frankrijk. Dus de rosé die past wat dat betreft niet echt met de regio waar we aan het fietsen zijn. In de Pays d'Oc. Ja, de Pays d'Oc. Dat is dus het zuiden van Frankrijk. Daar komt de rosé vandaan. Maar waar we aan het fietsen waren vandaag, Steven. Ik heb het opgeschreven in mijn notities. Want ik was aan het Je zat erin. Charleville-Mézières. Ja. Misère. Ja. Dat is een redelijke misère, hoor. Bij menig wielrenner uit mijn generatie bekend als start- en finishplaats van het Criterium Internationaal. Wat altijd in maart verreden werd. Dat is later naar Corsica gegaan. Maar vroeger won, toen Jens Voogt 5 keer op een rij won. Ja. Startte het altijd in Charleville-Mézières. Ja.
En dan had je dus, er was ook altijd hetzelfde weekend als dat de tijd terugging. Of vooruit ging, weet ik veel. Maar van in ieder geval van wintertijd werd het zomertijd. Ja, van wintertijd werd het zomertijd. Dus dan had je nog een uurtje minder om te slapen. En de laatste dag was een ochtendrit en een middagtijdrit. En die ochtendrit startte dan om 9:00. Ja. Maar omdat de tijd een uurtje terugging, was het eigenlijk 8:00 's ochtends. Bizar. En dat was eigenlijk de reden waarom Jens Voogd altijd won, zei hij. Want ik heb kinderen en ik ben gewend aan weinig slaap. Dus ik demareer direct uit de start in zo'n ochtendrit. Ja. En dan reed hij de hele koers aan stront in 80 kilometer. Het is ook niet de mooiste streek van Frankrijk, hè? Nee, zeker. Daarom Charleville-Mézières. Ja. Ik dacht dat het was omdat je vroeger moest opstaan. Nou ja, een beetje beide. Ja. Clément L'Hôtellerie kwam er vandaan. Ja. Zegt die naam hier nog wat? Is? Die, ja, L'Hôtellerie wel, ja. Ja, dat is die pakhaas van Skill Shimano was dat. Oh, die gaat zo. Ja, weet je, met die hele dunne beentjes. En die won een keer de bergtrui in Parijs-Nice ergens eind 2008, 2009, 2010 of zo. Voor de kroegkees. Ja. En dat is inderdaad wel een lastig gebied om te koersen. Criterium internationaal. Jens Voogd reed niet zomaar op Aasteront. Dus het is echt wel lastig. En toen ik ze daar, want daar waren ze doorheen aan het vlammen eigenlijk. Ja, zo. Om weg te komen. Dat was dat gebied. Maar, ja, we gaan misschien een beetje snel naar de koers. Maar ik had een beetje medelijden met de jongens die een slechte dag hadden. Mooi dat je die context even schetst. We rijden dus echt in een feitelijk shithole van Frankrijk. Maar we hebben een fantastische koers gezien. Gaan we het zo meteen over hebben. Nog heel even terug. Wij hebben dus een shitload aan wijn gekregen. Dankjewel Wijnvoordeel. Als je nou ook een shitload aan wijn wil, kan je dat gewoon even lekker bestellen. Gooi dat mandje lekker vol. Want wij zitten hier aan die Merrozee. Er zitten bordeautjes in. Er zit witte in. Er zit van alles in. Ga dat vooral checken. Ik heb de kelder vol gegooid vanmiddag. Want hij werd ook bij me thuis bezorgd. Ja. En ik had alles al heel netjes. Heel netjes in mijn auto gezet. Ik denk, neem ik mee voor Villa Tour. En toen zei jij tegen mij in de studie het appje wat iets meer uit de hemel kwam, zeg maar. Ja. Lau, ik heb diezelfde hoeveelheid heb ik thuis gehad. Dus gooi je kelder maar vol. Dus keldertje zit lekker vol. Ik heb met Tessem vanochtend met een grote glimlach ingericht. La Lande Pomerol, wat zat er meer? Santa Merlion, een paar Chateauneuf of een Chateauneuf du Pap zat erin. Dokjes. Ja, de kopgroep wijn was goed gevuld. En dan de rosé wit, joh, dat kan je in geen bijl aan vallen. Wijnvoordeel.nl/liveslowridefast. Tour 2022 als code gebruiken. Dan krijg je ook nog een lekkere korting. Ter zake, de koers. Maar voordat we naar de koers gaan, gaan we even luisteren naar een berichtje van onze vrienden van Zwift. Deze podcast maken we samen met Zwift. De app voor wielrenners, hardlopers en triatleten. Maak indoor training echt leuk en combineer het plezier van videogames met de intensiteit van serieus trappen. Of je nou in bent voor een groepsrit, een koers of een training. Alles kan in de virtuele werelden van Zwift. Ga dus direct naar Zwift.com en ontdek vandaag nog de wereld van Zwift. Gaat lekker dit, wel lijkt wel Lens. Hup, Wijnvoordeel, Zwift erachteraan. Ja. Meteen, we gaan nu naar de koers. We moeten ook nog even... We invested in it ourselves. I don't know if this endorsement or disclaimer. Ik heb trouwens even... er staat nu... Dennis, gaat hij al beter, de barbecue? Hij gaat heel goed, hè? Ja. Dat zei ik toch. Gozer, je moet die schuif naar beneden doen, want hij gaat te hard zo. En het is helemaal niet erg als deze aflevering, die gewoon gaat over een etappe in de Tour, 1,5 uur duurt. Maar... laten we dan toch maar eraan beginnen, Lau. Ja, de koers. Donderdag 7 juli. Bonjour. Aujourd'hui, 6e étape. 220 kilometer de Banche à Longwy. Etappe 6. Banche Longwy. 60 kilometer door België trouwens vandaag. 220 kilometer langste van deze tour. Een heuveletappe met het venijn in de staart. Wie was de laatste die in Longwy won? Quizvraagje. Het was een sprint met Matthews involved. Ik denk dat Sagan won. Met die met zijn pedaal, met zijn voet uit zijn pedaal. En dan en ook nog even winnen. Harmony, ik heb het trouwens nog niet opgezocht. Maar in mijn ik heb die rit ook gereden. Was dat een rit dat ook dat Tony Martin viel in het geel. Maar dat kan ook op een ander klimmetje geweest zijn. Maar die kwam helemaal gebutst en geschaafd over de finish ergens toen. Kan een ander klim. Mag ik het opzoeken? Klapje geven. Dan ga ik even vertellen Tony Martin, gele trui, valpartij. Dat dit dus ook de streek van Intermarché Wanty-Gobert was. Maar dat had ik in de intro al gezegd. Weet je wie er vandaag was aan de start? Nee? Eddie Merckx. Eddie Merckx. Ik dacht, je gaat Frank van den Broeke zeggen. Zo. Binge. Ja. Binge, dat is toch de memorial van Frank van den Broeke. Oh, die komt terug uit, uit de dode opgerezen. Ja. Maar Eddie was er. Ja, dat maar is wel een beetje zijn gebied, hè? Een Leuvenaar toch, officieel Eddie. Ja, ja.
En en mijn tour in België starten. Wat ik wel begreep was ook dat Wout van Aert gigantisch werd toegejuicht. Ja. En zijn gele trui. Dat moet echt wel vet geweest zijn voor die jongen. Ah, mooi, sowieso denk ik wel dat hij lekker opstond vanochtend. Wout. Denk het ook wel. Ik had een analyse gemaakt daarover. Hou hem nog even vast. Okay. Hou hem nog even vast. Want we gaan gewoon de etappe lekker afbellen. Zoals we dat normaal ook doen. Lekker rustig eerste uurtje. Terwijl jij nog een beetje aan het opzoeken bent. Ik denk, stel je voor dat je een ritje gaat maken. En je ziet na 2 uur. 100 kilometer, of ik denk wel 105 kilometer of zo op de teller staan. What the fuck? Ja, dat... In dat, 2 uur? Als je in 2 uur... Nou, dan ben je best wel trots, toch? Ja. En dan ook al die pros die denken, nou, toch heel lekker 50 gemiddeld gereden. Schat, ik ga even fietsen. Hoe ver ga je? 100 kilometer. 100 kilometer. Okay. Over 2 ben ik terug. It's a 3-hour drive. I see you in 2. Nee, ja... ik moet eerlijk zeggen, ik stond vanochtend op en ik keek bij mijn voornaam. Ik sliep thuis. Dus ik keek naar de Hoornsvaart. Het zal misschien hier ook geweest zijn. We stonden gewoon witte koppen bij ons op de sloot. Dat ik dacht van, als het zeg maar 300 kilometer zuidelijker ook zo hard waait. Ja. Ik dacht dat direct aan. Ja. En de wind stond uit het noorden bij ons. Ja. En ze gingen natuurlijk van Longwy Frankrijk in. Dus logischerwijs gingen ze naar het zuiden toe. Een beetje schuin achter. Dat is wel voor waaien of een snelle koers. Is dan gegarandeerd. Dus ik dacht er wel direct aan. Dat als je 's ochtends opstaat als toerrenner en je kijkt naar buiten en je ziet dan die bomen zo in de weer gaan, dan weet je wel genoeg. Dat was anders dan het ritje van eergisteren van Calais naar Duinkerken. Hè? Dat iets anders. Was iets anders. Maar mag geen naam hebben. Nee. Het was Reverse Tuesday. Ja, was het. Ja. Ik zat op het randje van mijn bed vanochtend met Thomas, letterlijk. Ga de Instagram checken om dat filmpje te zien. En daar hebben we best wel wat dingen besproken. Dat zit overigens niet in het filmpje, maar we kregen op een gegeven moment die Will Newton. Die kwam ter sprake, weet je? Die gast die... goede voorbeschouwingen zijn dat. En die zei dus, er is kans op buyers. Maar dat is dan wel in de eerste 20 kilometer. En dat verdomme, het ging aan bonken. Het was mooi om te zien. Wat krijg je dan? Het is een rit van 200. Ja. Dan moet je dus 200 kilometer achter elkaar aankoersen. Ja. Wordt iedereen moe van. Op een gegeven moment heb je als renner daar toch iets minder zin in. En doe je een trapje minder hard op kop. En dan schuift alles wel weer in elkaar. Maar het was wel... Dus volgens mij waren ze 4:45 binnen. Ja. Op het snelste tijdschema waren ze op 15 kilometer van de meet geweest toen ze al binnen waren. Dus. Ja. Het is gewoon gigantisch uit gereden. Voor onze planning niet fijn. Nou, of misschien juist wel goed vandaag, want we gaan nog ergens heen. Cliffhangertje. Gaan we zo meteen allemaal vertellen. We gaan eerst vertellen dat er een vrij deftige kopgroep, mag ik wel zeggen. Wout van Aert, Quint Simmons en Jacob Fuglsang ontstond. Ja, ik heb dat ook gezien. Ik was een koffie. Ja, maar precies wauw. Ja. Wat zeg je nou? Fuglsang, Quint Simmons. Ja. En Wout van Aert. Nou, dan heb je gewoon 3 hele goede renners. Ik denk dat vooral Quinn heel blij was dat hij met... Fuglsang is natuurlijk een oude rot. Ja. Ervaren rot. Uitgenast. Die heeft Luik gewonnen. Die is niet per se blij om met Wout mee te zijn. Ik denk dat Quinn het wel was. Maar toen ze wegreden... Ja. Toen zat eerst Adrien Petit mee. Ja. Tijdens het wegrijden. En ook nog Kian van Kersboom. De Bison. De 2 Bisons. En toen ik zeg maar, weet ik veel, ik was misschien 1 jaar of 10 prof of zo. Toen werd Adrien Petit prof. Ja. Bij Cofidis of zo. Ja. Weet je, zo'n Frans ploegje. En dan was best wel een irritante tussenhanger op zo'n grote versnelling. Een beetje lomp. En het is nogal een Cousteau. Het is hij is kloek, om het zo maar te zeggen. Een beetje. Een Cousteau. En hij hangt. En dan zag je hem ook bijvoorbeeld in zijn eerste tour. Dan hing hij er wel tussen in de laatste kilometer. Maar dan. Dan die 1 trap op kop en dan was hij er weer af. Dus we lachten hem altijd een beetje uit van het is eigenlijk helemaal niet zo'n goede renner. Maar dus dan zien we ineens bij die klasbakken zitten. Nou, om eerlijk te zijn heeft hij zich de laatste jaren echt wel ontwikkeld. Want ik ben toen met Nicky in 2019 met Petit ook op trainingskamp geweest. Dus ik ken hem wel. En die jongen is echt gigantisch gegroeid ten opzichte van hoe die kwam. Afgelopen Gent-Wevelgem, toen Tessa nog zei, renner. Die Petit is niet echt Petit. Nee, het is echt best wel een goede renner geworden. Maar om nou... Ja. Met Wout van Aert. Doe maar even niet. En Jacob Fuglsang. Dus ik was eigenlijk toen ik hoorde, toen ik zag dat hij loste, dacht ik van ja, de logica wordt gerespecteerd. Weet je, Adrien Petit hoort niet in deze koepel door. Dan had je niet wauw gezegd misschien. Nee. Weet je, dus. Nou, het was geen lang leven beschoren. Voor Adrien niet. Nee. Fuglsang die ging een plaspauze houden, geloof ik. En die liet zich ook zakken. Maar die heeft toch wel. Je hebt het wel lang volgehouden. Je hebt misschien al 80 kilometer in die kopgroep zijn. 60 voor de meet. Precies. Nee, volgens mij later nog. Volgens mij iets van 40 of zo. Okay. Daar wil ik er vanaf zijn. Maar hetzelfde lot was Quint Simmons beschoren. Als dat goed Nederlands is. Quint moest eraf gewoon toen Wout van Aert op een klimmetje doorreed. Op 30 van de meet,
En die kon gewoon niet meer. Nee. Hij deed ook best wel straffe kopbeurt. Het is natuurlijk ook wel een haantje. Quinn. Hij heeft de hele dag volle bak gereden. Ja. Quinn Simmons. Niks ingehouden. Die slaapt er lekker vanaf. Ja, die wist ook van, als wij voorop blijven, ga ik toch die rit niet winnen. Nou, precies. Ik kan maar beter zo lang mogelijk voorop blijven. En naast het geel rijden, laten we wel wezen. Hey, mensen, hoe lang geleden hebben we dit gezien? Ja. Ja. Ik heb het nog nooit gezien. Zullen we er gewoon eens even op ingaan? Een gele trui. Kan jij dit even duiden? Want ik heb eigenlijk de hele... En met mij de Nederlandse commentatoren, de Belgische commentatoren. Wat was het plan? Was er een plan? Heb je dit ooit gezien? Ten eerste, ik heb dit nooit gezien. Dat een gele trui ja, dus dat zo geil voor gaat rijden. Ja. Aan dit. Ja. Maar, hij stond vanochtend voor de spiegel. Even de Sinkeldam corner... Die knallen we nu al in. Ja, nee, ik ging te vertellen. Ik denk wel dat hij lekker is opgestaan. Ja, de geile trui. Want hij stond voor de spiegel. Hij stond voor de spiegel. Hij dacht, nou Wout, gisteren was het nog niet zo slecht. Want hij heeft zich natuurlijk... hij is gevallen. Hij heeft zich heel zielig gevoeld voor 60 kilometer. Dat hij iedere strook als laatste... Of misschien wel minder dan 60. Misschien 20 of 30 kilometer. Dat je denkt, Wout, waarom zit je nou op plek 120... Ja. Terwijl je hele ploeg bij de eerste 20 zit. Zij zelf had ook dat hij zijn ploeg misschien een beetje in de steek liet daar. Ja. Op dat moment in de koers. Ja. Dan valt eigenlijk Vingegaard, nee, die valt niet, maar die heeft in zijn fiets, we hebben het allemaal gisteren besproken. Daardoor moet hij eigenlijk gaan werken voor zijn kopman. Ja. En hij begint zo hard te werken. En wat was hij, ik bedoel, het zat in zijn hoofd. Zijn lichaam was niet minder, maar zijn hoofd was minder, omdat hij was gevallen en zich zielig voelde over zichzelf. En toen begon hij te rijden. En iedereen, nou ja, uiteindelijk rijdt hij zo hard terug dat Pogacar, die was weg. Die was bijna een minuut weg. En die rijden ze terug tot op 13 seconden op de meet. Dus Vingegaard, moet ik zeggen, dat mag ik niet meer Vingegaard zeggen. Die verliest eigenlijk maar 13 seconden. Dus hij redt de Tour voor zijn ploeg. Plus, hij redt uiteindelijk, beseft hij zich pas na de meet, als een chaperon om komt roepen van, hey, gozer, je moet naar het podium. Hoezo moet ik naar het podium? Ik ben die gele trui toch kwijt? Hij heeft de hele koers gedacht, ja, ik ben gevallen, ik ben zielig, die gele trui ben ik kwijt. Hij had hem nog. Dus s'avonds kijkt hij inderdaad in de spiegel, denkt hij, nou Wout, blijkbaar was het nog niet zo slecht. Ja. En hij is weer met de volle moraal opgestaan. Goed gesternte. Ja. Goed gesternte. En toen zijn ze, ik denk in de bus bij Jumbo-Visma, hebben ze een bespreking gedaan. En, wie leidt dat? De ploegleider, ik denk Richard Nierman. Nierman naar Wijnands, dan pakt Nierman. Ja, samen, ja. Weet je, ze bereiden hem samen voor. Het is best wel een powerpoint. Zo hangend op zo'n voorste stoeltje. Zo. Ja, eerste doel, Primoz en Jonas, die gaan geen tijd verliezen. Tweede doel, we gaan een rit winnen met Wout. We hebben twee mogelijkheden. Renners die zich een beetje aan het aankleden zijn. Precies, schoenen die worden aangetikt. Een beetje links kijken. Af en toe nog op Instagram kijken waarschijnlijk. Telefoon scrollen. Ja, Richard, het is goed, ja. Het is goed. We kunnen en dan opeens echt aandacht, jongens. We kunnen twee dingen doen. We kunnen Wout van Aert kan de rit winnen. Wout van Aert zegt natuurlijk niet. Wout kan de rit winnen vanuit de sprint. Ja. Best wel een grote kans. Ja. Misschien wel als die daar dat klim met de eerste begint, dat Wout wint. Ja. Want, dat echt hebben we eergisteren gezien. Ja. Ik zeg 95% kans dat hij hem daar wint. Ja. Maar dan moeten we dus de hele dag controleren, want iedereen gaat naar ons kijken. Of we gaan stront maken. Nou ja, Wout die zei, Wout straks zijn vinger op, ik wil wel stront maken. Die had de dag eerder voor de spiegel gestaan. Ja. Ging nog niet zo slecht. Ja. Laat mij bij stront staan. Vanochtend trekt hij die geile trui aan. Ja, en dus die heeft de eerste, nou ja, ik heb de start gezien. Die is heel actief mee gaan koersen. En op een gegeven moment zo actief dat hij ook nog Adrien Petit er even afrijdt terwijl hij weg aan het rijden is. Waardoor ze maar met 3 man wegrijden. En dat is eigenlijk niet zo'n goede situatie. Nee. Want Wout die rijdt er eens eentje voor. 3 man is vrij makkelijk te controleren. Ploegen gaan toch een beetje bang zijn. Want op een gegeven moment ging Bora mee rijden. Dat je denkt, waarom rijdt Bora mee? Ja. Weet je welke snelle man hebben ze? Het is eigenlijk dat ze misschien bang zijn dat Wout van Aert beter wordt dan Vlasov in het klassement. Ik snapte wel dat Alpecin mee reed. Met Van Kersburg, die werd gelost uit de kopgroep. Die kon er dan achteraan gaan rijden. Ja. Voor Philipsen bedoel je het? Ja, want Mathieu was in orde. Ja. Mathieu was in de start al gelost. Daar hebben we het gisteren al over gehad. En ik denk dat vandaag bevestigd wordt wat we gisteren zeiden. En dus er wordt vrij makkelijk gecontroleerd. En dan maakt Jacob Fuglsang op een gegeven moment de keuze van, ja, ik ga geen verder krachten verspelen. Dit is een heilloze missie. Ja, dat was inderdaad de vraag. Niet. Want hij moest, ik weet nou niet... Ik had het idee dat hij moest pissen in ieder geval. Er gebeurde iets waardoor hij liet zich gewoon los. Realiteitszin, zeg je. Ik moet eerlijk zeggen dat ik toen naar jouw slaapkamer toe liep. Ja.
Ik denk dat het moment was dat ik even... Dat jij een tukkie Thomas deed. Poelde, ja, even klaar. Hij was ineens weg. Ja, ik had een realiteit. Dus ik heb niet precies gezien hoe die. Maar jij zei hij ging pissen en hij kwam niet terug. Nou ja, dan maar misschien is hij ook wel van tevoren praatte hij met Wout. Dus ik neem aan dat hij gewoon gezegd heeft: joh, Wout, ja, dit wordt hem niet. En, kusje haai. Ja, kusje, ja, dag. Ik ga lekker in het peloton zitten. Lekker vugelslaan. Ik moet ineens aan die Van Toe-etappe denken waar we vorig jaar met Skoda waren, weet je nog? Ja. En dat hij op de tweede beklimming, Wout was toen al weg. Dat hij zo aan het kankeren was tegen ons in de auto. Dat er zo was een zeiksnor. Onbeschoft hard gaan. En hij had zoveel kracht over om zoveel te zeuren. Viel mij op. Echt gewoon, ik denk wel 5 minuten dat hij aan het roepen was. 400-500 watts, unbelievable. Ja, maar Jacob, ik ken hem als een zeiksnor. Het is echt een beetje een zeiksnor. Ja. Maar ja, hij is een beetje cocky. Ja. Rolex, zeg maar. In Amsterdam mag je hem noemen, maar voor de rest... Maar hij wordt 23ste vandaag nog. Ja. Dus ik weet nu zeker, hij heeft zich laten terugzakken, want hij gaat voor een klassement. Ja. En hij dacht, ik spreek met Wout mee, want misschien gaat hij wel 2 minuten pakken voor het klassement. Ben ik spek kopen, want dan pak ik ze ook. Maar toen hij door had van, nou, ze gaan met z'n allen een beetje achteraan rijden, dit wordt hem niet. Ik laat me terugzakken. Dan is er op 14 van de meet. Dus we maken ons al langzaam een beetje op voor die muur die komt. Ja, welke muur? Ja, de ene laatste klim. Ja. 800 meter, 12%. De Pul van Teu. Maar dan is er ineens een moment waarop mijn eerste reactie is... dat is een Laurens ten Dammetje. Ja, dat ging. Want je ziet er ook weer, ik noemde het gisteren ook, maar een getrokken shot. Dus je ziet het peloton van voren. En je ziet ergens op rij, weet ik veel, 15, 16 van het peloton... zie je ineens een renner uitwijken. En ik denk met 50 per uur de berm inrijden, maar wel... Het houden. Hij houdt het, ja. Hij deed dus geen Laurens ten Dammetje. Dat gebeurde bij jou. Jij reed op een steen en je ging... Ik ging vol op mijn neus. Ja, ik deed dat niet zo handig. Maar hij ging goed achter zijn zadel hangen. Weet je wie het was? Ja, ik het dacht was een grote gast. In eerste instantie Sepp Kuss, maar die is veel kleiner. Nee. Dus het zal Nathan geweest zijn? Nathan of Laporte of Thies Benoot. Maar die reed daarna op kop. Dus Thies Benoot met die schouders, die herken je wel. Oh, die herken je wel. Ja, dus daar moeten we eigenlijk nog achter komen wie het was. Ja. Maar hij hield hem supergoed. Dat is even zo'n moment als je die renner bent, Lau. Als je met 50 per uur gedwongen wordt uit te wijken. En je enige optie is nog uitwijken en de berm in. En dat je met 50, misschien wel 60, want ze gingen echt hard, in zo'n berm rijdt. Ja, wat gebeurt er dan in je hoofd? Ja, ik denk dat het gewoon echt een holy shit moment, weet je. Maar voor de rest gebeurde er bij mij weinig. Jammer genoeg. Misschien dat ik dan beter, misschien ook beter gereageerd. Hier hadden ze wel een epische foto. Dan weer wel. Nee, maar daar viel dus die jongen van Jumbo viel daar hard. Die Jansen van Rensburg in zijn truitje. Ja, niet van Jumbo, van... Lotto is het erop. Ja. Sorry, Lotto. De rode Lotto's. Dat gebeurde daar. Maar dan kreeg je die muur en daar ging Pogacar al een keer aan. Gaudu, die sprintte toch voor de puntjes. En daar ging Alexi Philemos. Ja. Die ging daar best wel een knappe inspanning, deed hij. Want zijn ploeg had ook op kop gereden, meen ik. Muur de Bretagne vibes. Ja, die jongen die werd tweede ergens best wel lang geleden op de Muur de Bretagne. En die kwam over bij de pros best wel snel dat hij knappe resultaten reed. En hier laat hij toch weer zien. Het is echt zo'n pocket klim met zijn mountainbikertje. Maar uiteindelijk had hij ook geen kans. Want dan was het 8 voor de meet. Ze gaan nog een keer hard naar beneden. En dan is die slotklim. Wat ga je daar nou 8 kilometer voor rijden? Dat gaat echt niet lukken. Dat wordt gewoon een sprint. Dus wat mij betreft had hij beter kunnen wachten. Het was ook weer... Vroeger had hij wel de ballen om te wachten, zeg maar. Ja. Nu gaat hij er een keer voor rijden. Ja, de ballen om te wachten. Dus gewoon weten dat je goed bent en maar de kaarten nog even op zakken. Ja, precies. Ja. Het was wel echt een ander klimmetje. Hè? Dus 800 meter, 12%. En die laatste was volgens mij 1600 meter, 6%. Dus dat klopt. Maar iets explosiever. Voor die Philemos, dat is natuurlijk echt een heel licht mannetje. Is een zo stijl, hoe steiler, hoe beter. Want die is heel licht. Alleen qua inspanning, qua minuutjes, weet je. Ik bedoel, is het ongeveer net zo lang. Ja. He, dus de sprint naar de finish is gewoon een VO2 max sprint van weet ik veel. Jim zal het beter kunnen uitleggen. Maar. We zijn overigens even overgeslagen, of we hebben overgeslagen dat Vlasov naar de grond gaat. Niet geheel onbelangrijk, want die verliest tijd. Op 7 van de meet. Ze maken een haakse bocht. Nee, die verliest dus geen tijd. Oh, verliest hij geen tijd? Nee. We zagen die twee van Bora over de meet komen. Ja? Daar was die Schachman. Ja, en... Shaggy. Shaggy. Maar Vlasov, die is dus... dat geeft wel aan hoe goed de jongen in orde is. Ja, geen tijd. Hij verliest 5 seconden. Hij zit in dezelfde groep als Oran. Hij staat 7e nog. Ja. Je hebt helemaal gelijk, joh. Die is de eerste die het gaat. Ja, dus die gast is echt in orde. Hou hem in de gaten. Maar waar het mij vooral om gaat, is dat je een haakse bocht maakt. En
weet ik veel, 15 meter na de Haakse bocht staat een paaltje in. Ja, dat was een verkeerseiland. Ik heb gisteren met jullie, of een verkeerseiland. Ik heb gisteren met jullie door mijn achtertuin gefietst. En ik heb echt jullie verrot gescholden in mijn hoofd vanwege de gewoon met 40 km per uur over een klein, ik weet niet of ik dit wel moet zeggen, maar het ging hard. En ik vond het soms echt gevaarlijk, dus... ik dacht echt, als dit heel langzaam doorgaat... Het klopt wel wat je zegt. Wij hebben natuurlijk Thomas en ik, hebben altijd in dat peloton gereden. En dan zien we zoveel meer gevaarlijke dingen. Ja, je default snelheid en tolerantie voor gevaar is zoveel hoger dan als je gewoon altijd gewend bent 30, wat ook niet langzaam is. Nee. Of 28 of 32. Door nader te rijden. Ja, dus zag wel eventjes, dat moest ik nog even zeggen van mezelf. Dat was echt even een realisatiemoment van... het feit dat je een fucking gevaarlijk beroep hebt. Nou, want als je altijd zo traint, wat jij met mij en Thomas hebt, dat heb ik met Dumoulin of Florian Vermeers. Ja. Als ik nu een keer met ze ga trainen en die rijden door bocht heen. Ja. Ja. Die Vermeers die gooide net zo hard als gisteren door die bocht. Alleen daarin is. En Tom hetzelfde, die afdaling en zo. Dan lig ik achter. Ja. En jij, zeg maar, dus precies, die, precies en hetzelfde. Ik ben er nu 2 jaar uit of 3 jaar uit, weet ik veel. Maar in ieder geval, dan zie je hoe snel dat... Ja, hoe die tolerantie van die jongens, hoeveel hoger die nog weer is dan bij mij. Op een gegeven moment zit een grens aan namelijk. En die grens die werd vandaag die had gisteren van Meersa opgezocht. Die heeft ze behoorlijk goed opgezocht. Florian, als je dit hoort. Klasse voor de Quinta. Kudos voor de Quinta. Als je was weggebleven, had je hem gewonnen. Zeg maar even, toch? Maar je mag toch vanuit gaan dat op het moment dat je even serieus dat je in een koers zit... dat die, en het is natuurlijk makkelijk om weer op de ASO en de veiligheid te zeiken... en we moeten hier ook geen groot dossier van maken... Maar ik zou wel even anders op mijn fiets zitten als ik zou weten dat er 100% zeker geen gekloot is naar de bocht. Of dat er een verkeersdrempel dit was een fout. Na een Haakse bocht zit. Er moet in ieder geval gewaarschuwd worden, al weet ik veel, voor de bocht. Of zo. Ja. Die mannen die gaan die bocht in, die weten van niks. Opeens is die drempel, is dat daar. Dus ik heb niet direct een oplossing hoe je dat zou kunnen ondervangen. Weet ik veel. Cedric Bullens langs de kant zetten om zijn luchtalarm te doen. Ik denk eerlijk gezegd wel dat er iemand heeft staan fluiten. Ja, maar... Voor een bocht. Maar het is echt een gevaarlijk boek. Gaat dus niet je tour, gelukkig. Want dacht ik eventjes. Maar dus dan hebben we die finale. Ja. En dan zijn we op 8 voor de meter. Nou ja, Vlasov die valt, die komt terug. Echt best wel knap. Zoals ze terugkomen, dat doen ze echt heel goed bij Bora. Plus, hij kwam terug op het moment dat hij dat voorlaatste klimmetje begint. Waar die via Mos gaat. Echt, daar rijdt hij pas de rode auto voorbij. Die altijd als eerste auto achter het peloton rijdt. Toen zei ik nog tegen jou, dit is echt een klote moment om terug te komen. Want al die mannen zijn aan het lossen. Die denken, nou het zal wel, die gaan rechtop zitten. Die drietal. En hij moet die mannen dus allemaal voorbij. En er zitten geen auto's meer tussen. Want gevaarlijk ook, jongen. Ja, gevaarlijk, maar ook gewoon heel veel grote inspanningen. Dus dat was wel echt zwaar. Of echt goed van hem. Ja, en wat je dan krijgt is eigenlijk, daar wil ik eigenlijk naartoe. Want je ziet op een gegeven moment, we hebben dat klimmetje gehad. Ja. Dan zitten 2 knechten van... oneerbiedig gezegd, dan knechten van Poggy Boy. Die rijden eigenlijk best wel autoritair die laatste klim op. Maika en McNulty, denk ik. Vooral McNulty, daar een hele goede beurt. Ja, bij Maika zag je wel dat hij iets minder was. Trekt ook vooral heel veel bekken. En bij Jumbo-Visma reed alleen de kopmannen. Ja. En dan kan je zeggen, en Wout van Aert, die was direct gelost toen hij was teruggepakt. Die zei, dacht deze gele trui, die had een heerlijke dag gehad. Die had daar eigenlijk het publiek van uit. Maar ik denk dat nu wel op een gegeven moment een moment komt... om als ploegleider te denken, wat Wout van Aert vandaag deed... had natuurlijk nul nut voor het geel winnen. Hij had achteraf ook nul nut om de koers te winnen. Ja. Had misschien wel nut om de rest zenuwachtig te maken. Want UAE heeft op kop gereden. Ja. UAE heeft ook zwakte getoond in het begin, want er waren 2 renners gelost in een groepje op 5 minuten van de eerste. Ja. George Bennett en nog eentje erin. Ja. Dat je denkt van dat ziet er niet goed uit als die mannen de Alpen in moeten. Maar in de finale heeft McNulty 2 knechten bij hem en de Jumbo Boys niet meer. McNulty en de Jumbo Boys hebben gisteren allemaal een jasje uitgedaan. Zou dan wel een vleugje Wout kunnen gebruiken in de laatste 5, 6, 7, 800 meter? En die hadden ze de laatste 8 kilometer zelfs. Dus na dat klimmetje. Eerder nog, ja. En die jongens die kunnen wel knap, die rijden hartstikke goed naar de meet. Maar en er is ook geen man van boord. Maar het is wel het moment nu, denk ik, om als ploegleider even te gaan nadenken. Oké, we gaan niet meer met onze krachten smijten. Dat heeft UAE ook niet gedaan. Die heeft eigenlijk alleen maar wonden gelikt. Ja. Maar na 6 dagen zitten ze opeens wel met meer knechten daar in de finale. Op toch een lastige finale dan wij. En dan
van de coureur is die Pogacar, toch? Dat hij ook zo'n korte klim, wat zijn nou, 1,6 kilometer? Ja. 6%, 5%. Ja, dat hij daar gewoon verreweg de beste is. Hè? Ja. Want Roglic gaat aan, doet hij misschien net te vroeg. Of hij had, als hij niet aangaat, dan ziet het er iets minder overmachtig uit van Pogacar. Ja. Maar die gaat gewoon in het wiel mee, kijkt nog een keer om. En dan zegt hij, jongens, ik ga. En dan pakt hij 10, 20 meter, weet je. Roglic gaat op 300 van de meter en Pogacar die knalt er gewoon overheen. Is, het, is hij zo goed dat tactiek er eigenlijk niet meer toe doet? Met andere woorden... Ja, leuk dat Jumbo misschien wel een fout maakt. Of zeg je van, nou, eigenlijk hebben ze gewoon het verkeerd ingeschat. Vandaag? Met Wout. Ja, kijk, zoals we de podcast begonnen, er zijn natuurlijk twee scenario's. Ik denk dat Wout de enige was die hem had kunnen kloppen vandaag. Ja. Op die aankomstberg op. Want dat laat hij vandaag duidelijk zien, dat hij outstanding was. Maar ik zie Wout ook als outstanding. Ja. En dan ik snap wel dat ze de keuze van vandaag gemaakt hebben. Ja. Omdat ten eerste, je rookt je hele ploeg op. Nou, je hebt gezien dat ze nu al best wel moe waren voor een ritoverwinning van Wout. En dat wil je niet voor het geel. Dus in die zin sparen ze krachten. En Wout, die wilde misschien ook wel een dagje showen. Ja. Hè? Ja. Hè? Omdat hij dacht, nou, dan ga ik het toch zo doen. Ja, maar toch, hè? Maar eventjes in the grander scheme of things. We hebben gewoon Vingegaard en Roglic. Ze weten dat Wout het geel niet naar Parijs gaat brengen. Het grote plan is groen en geel. Groen heeft hij heeft geloof ik 20 punten gepakt. Hè? Dus dat zou een beweegreden kunnen zijn om toch in de aanval te gaan. Maar ze hadden wel een vleugje Wout kunnen gebruiken. En die was in de finale. Niet. Nee, maar de grand scheme of things is dus als ze Wout in de finale... of als ze zeg maar voor de overwinning willen rijden met Wout... Ja. Dan roken ze dus Ties... Laporte, Steven Kruijswijk op om zeg maar het hele peloton te gaan controleren. Hebben ze nu ontlopen. Dat hebben ze nu ontlopen doordat ze hebben gezegd... Wout, ga jij er maar vooruit rijden. Dan roken we jou op. Ja. Hebben al die andere mannen een rustige dag. Dus dat is de overweging geweest, denk ik. Om Wout te laten gaan. Ga maar, dan zit de rest op het gemak. Ik wil toch nog één ding uitsluiten. Ja. Wout die trok vanochtend dat gele pakje aan. Ja. En godverdomme, Wout, je ziet er goed uit. Hij zei ook al voor de... Fuck them all, ik ga gewoon. Nou, hij zei ook nog op Sportza, volgens mij voor de start. Ja. Zei die... het voetbal bijna gewoon om dit aan te trekken. Het zal wel, ziet er ook goed uit, als jongen. Ik morgen een ander pakje aan moet doen, dat zou wel raar voelen. Ik ben geen voorstander van... En het is jammer dat Thomas niet is, maar jij zal... Maar ook geen ongelijk. Ik ben geen voorstander van een geel broekje. Ik krijg dan heel erg Fuclair vibes. Wout mag dit, toch? Ja, Wout kon hem hebben. Ja, maar het is gewoon een gebeeldhouwde atleet. Ja. Vorig jaar reed hij volgens mij in het groen die tijdrit. Wat ik me herinner, daar heb ik langs de kant staan kijken. Ja. Daar in Pommerol. En dan zie je hem langskomen. En dat is gewoon impressionant. Ook als je, zeg maar, of vooral als je op 10 meter afstand staat. Dan is het nog echt anders dan op televisie. Maar ik wil even uitsluiten dat hij niet op eigen houtje dit geflikt heeft. Wat denk je? Daar zit een man in. Dit is wel besproken. Ja. Van Wout, ga jij maar lekker meespringen. Ja. Dan houden die andere 6 of 5 knechten houden een beetje rustig. En dat geeft me aan dat het... Nou ja, Ties die heeft nog... Dat het nodig was dat we ze rustig houden voor de komende dagen. Want niemand zat mee naar het laatste klimmetje. Hey Lau, denk je dat er al een Noord-Hollandse chapter is van het Pogacar fanclubje? En kunnen wij misschien, als jij nou de financiën doet en ik het secretariaat, kunnen wij dat niet met z'n tweeën... Dan laten we Thomas wordt de voorzitter dan. Want die houdt ook van Pogacar. Ik ben wel benieuwd of Poggi een beetje live slow is. Wat zou het voor jongen zijn? Ik heb echt geen idee van zijn karakter. Ik lees altijd de columns van zijn ega. Ja? Die schrijft in het nieuwsblad, schrijft ze columns. In het nieuwsblad? Ja, in het nieuwsblad. Jij hebt geen tijd gehad om alle artikeltjes te lezen. Nee. Kom, hij is vrij druk. Dus die schrijft... komt hij toch wel over als een hele saaie gast. Ja, serieus? Nee, ik wil niet weten. Echt waar? Nee, ik denk wel dat hij het fietsen gewoon heel leuk vindt. Maar er komen niet echt gigantische rare hobby's uit of zo. Ik denk ook als hij is wel het type dat als hij 32 is... nog steeds een soort van de uitspraken van een 22-jarige heeft. Qua diepgang, kan doen, zeg maar. Ja. Shit. Het is een vrij rustige jongen, denk ik. Hoeven nog niet naar de... Vandaag zag je de knuffel van de Monegasque over de meter. Want Matthews werd tweede. En ik zei, die wonen... Misschien trainen ze wel samen, weet je. Ja. Dat is wel heel erg, hè? Die kennen elkaar wel echt. Ja, ik denk dat wel van daarover gesproken... dat vrij veel podia in de Tour... dus de topgasten, dat die allemaal in Monaco... Fugelsang zat bijvoorbeeld ook in Monaco. Mag ik even terug naar dat moment van Pogacar en Matthews? Weet je wat ik dacht?
Matthews, natuurlijk wel een beetje een blinkgozer. Die denkt, nou, hij wordt tweede. Daar is hij weer tweede. Moeten we het zo meteen even over hebben. Want het is wel Matthews wordt weer tweede. Bizar hoe goed een renner kan zijn en zo vaak tweede kan worden. Maar toen dacht ik, ja, hij pakt ook gewoon even het moment om even langs Pogacar, naast Pogacar te staan. We hebben met z'n tweeën gedaan, hè. Maar het was wel echt Pogacar's moment. Of ben ik nu een beetje een zure... Ja, zo zie ik het niet. Nee? Nee, daar heb ik geen seconde over nagedacht, eerlijk gezegd. Maar Matthews die heeft genoeg op televisie gestaan, weet je. Die heeft het groen gewonnen, twee ritten gewonnen. Die hoeft daarvoor niet Pogacar te feliciteren. Ik denk dat het echt oprecht gewoon een felicitatie was. Okay. Vond ik het juist wel vet om te zien dat hij het hem gunde. Ja. Wat moeten we nou met die gozer? Zoals gisteren bijvoorbeeld Clark en Van Horen. Ja, dat was ook dat zo. Simon die kwam naar Taco toe. Dus Taco die ging niet het moment stelen. Maar ik vond het wel oprecht overkomen. Dus twee jongens is natuurlijk allebei hun droom om die toeren te winnen. En toen zei Taco nog enjoy. Ja. Nou, enjoy, ja. Misschien zit er wel iets anders achter dat ik eigenlijk hoopte dat Matthews meer baalde. En is dat meer een soort van... Ja, dat, daarom is hij misschien niet zo goed meer. Nee, precies. Nee. Ja. Dat was het, want die gast, ik vind dat zo'n prachtige coureur, die matches. Maar hij wordt zo vaak tweede. Zijn allereerste profkoers ooit. Ja. Dus toen kwam hij over naar, had hij het WK amateurs gewonnen. Toen kwam hij over naar Rabobank in 2011. Nou ja. Waren we roomies. Tijdens de Tour dan. Hij werd 4, ik werd 5 in het klassement. Nee, dat was best wel lachen, ja. Ja, toen was het echt nog een blink. Daar komt zijn bijnaam vandaan. Het is nu best wel, saai wil ik niet zeggen. Maar het is gewoon een huisman of brave jongen, een Sloveense vrouw. De ex van Peter Velić is hiermee getrouwd. Heeft Michael Matthews een Sloveense vrouw? Of Slovaakse. Waar Sagan vandaan komt. Ja, Slovaaks. Velić is ook een Slovaak. Ja, dus een ex van Peter Velić. Maar toen was het echt bling. Ja. Piercingje in zijn oog. Ja. Dansjes op het podium. Sportauto in de garage. Op een gegeven moment sliep hij niet op de kamer. Maar het Oakley-meisje zat op dezelfde verdieping van de Tour Down Under. Wat moet dat? Een soort Thomas Dekkertje. Overal tattoos. En hij won daar een rit als 19-jarig mannetje. Toen zijn we gigantisch uit eten geweest met de ploeg. Was echt wel een baasje toen, weet je wel. Maar dat die air van het baas zijn, dat is hier wel iets wat verloren gedurende de... Zijn carrière. Het is een supergoeie renner. Ja. Ik zou tekenen voor zijn palmarès. Ja, over tekenen gesproken. Voor de etappe. Wanty. Je wordt in contact gebracht met Wanty Coupert. Intermarché Wanty Coupert. Michael, wat is daarop reactie? En ik zag zijn reactie en het leek oprecht. Van, dat is voor de eerste keer dat ik dat hoor. Maar hij had al een mondkapje op. Dus dat weet je ook niet. Nee, het lijkt mij een dure aankoop. Ja, Eike, als je dit hoort, rood kruisje. Een goede aankomst. Maar Ike heeft met hem gewerkt bij Sunweb natuurlijk. Ik dacht dat je duurder dan denk ik meteen aan... Nee, veel geld. Kost veel geld. Ja. Het is wel een jongen die altijd goed verdiend heeft. Zo bedoel je. Hij woont daar in Monaco. Ik ben benieuwd tot welke hoogtes de budgetten van Wanty inmiddels reiken. Want er zijn natuurlijk wel nieuwe sponsors aangetrekt. Ja. Trokken naar al het succes in het voorjaar. Dus het geld moet ook rollen. Je geeft hem aan Jim en Jim doet wonderen. Ja, Jim... Ik weet niet of ik dit mag. Ja, dat mag je noemen. Dat ga ik doen in de podcast. Ik ga geen namen noemen, maar van een niet nader te noemen profrenner... Ja? Kreeg ik de vraag of Jim alleen exclusief voor Wanty werkte. Ah, serieus? Lau. Zijn telefoonnummer. We weten ik zeg niet en zeker niet... Hij werkt voor Taco en voor Lau. Ja, maar wacht even. Ik denk dat mensen zijn niet dom. En die denken, Lau heeft een grote tweede kring... Maar die eerste kring, dat zit allemaal in dezelfde postcode. Het is niet dezelfde postcode. Okay. Nee, maar ik heb op meerdere plekken in Nederland gewoond. Hè? Ah. Steengoed. Jeetje, dat is een mooi cliffhangertje. Nou denkt de hele wereld dat het Tom Dumoulin is. Oké, we gaan Lau. Tom Dumoulin, daarover gesproken. Ja. Die heeft vanochtend croissantjes voor de slaapbank waar jij ook wel slaapt in de Mancave. En als je te veel gezopen hebt na een podcast... Laat het beestje maar bij de naam noemen, Steve. Die heeft Jim voorlopig even niet nodig. Dus daar ga ik meteen naar. Want gisteren hebben we bij de avondetap gezeten. Tom, ik, Nicky en Thomas. Dat was hartstikke gezellig. Daarna nog afzakketje gedaan. Dat zag er echt gezellig uit. Ja, was leuk. Het was echt een beetje, ik had er een beetje van. En de reacties op Twitter waren ook, wat een tafel. Ja, was superleuk. Ja, het was ideaal, weet je. We zijn erheen gelopen met... Zo lekker dicht bij huis. Ja, Thomas, Nicky was er al. Die was op de bakfiets. Ja, ook lekker dicht bij huis. Ja.
Thomas die kwam bij mij aan, Tom die was bij mij en ik en Tessa, we zijn erheen gewandeld op het gemak. En daarna zijn we s'avonds teruggewandeld, afzakketje. Maar hij werd natuurlijk een beetje doorgezaagd, ook door Thomas. Dat was van, joh, je stopt een jaar, maar daarna ga je weer beginnen. Maar ik denk dat Tom even niet wil. Maar Torino Nice, bikepacken leek hem wel wat. Ja. En niet met al die tassen. Dus we moeten zorgen dat er een campertje om de... Kan ik er een mee? Kan ik er een mee? Ja. Wat dat betreft, hè, dan doen we glampacken. Dus. Als we het nou zo doen, dat hij niet hard fietst. Dan doen we goede hotels. Dan ben ik helemaal in. Ja, hotels of een camper mee of zo, weet ik veel. Komt er goed. Maar dat soort dingen lijken maar koers of een mount. Dan hoef je me echt mij niet bellen. Ik plaats hem nog, hè, gisteren. Hey. Ja, godverdomme, hou mijn zin direct. Ja, maar weet je wel... Hey maat, hier, wat doe je? En ik stelde hem gisteren de vraag van... Hey, ja, als jij, ben je wel fit als je volgend jaar bij Unbound aan de meet staat? Weet je wat hij toen zei? Goh ja, mentaal is dat niet... Nou, hij heeft wel een grote mond. Mentaal vond het wel mooi. Ja, ik ben nu weer een maandje. Ik heb een beetje rust genomen naar de Giro. Ben weer een maandje mee aan het trainen. Het komt echt snel. Hè. Het was zeg maar... Nicky en Lau zaten aan de kant van de tafel. En dat waren wij de werkpaarden. Ja. En de luxe paardjes, Tom en Thomas. Die zijn, ja, een maandje het wiel van Lau. We zijn echt goed. Ja, precies. Ja, jij en ik, Tom. Ja. Een maandje gewoon in zijn wiel aan. En dan zijn jij en ik grote wielrenners. Jij en ik, Tom, zijn dan... Dat is zo'n mooie strategie die hij toepast. Oké, over hele grote wielrenners gesproken. Ik had even een emotioneel momentje vanmiddag. Toen ik naast je op bed lag. Ik miste iemand. In de koers. In etappes zoals dit miste ik iemand. En toen stelde ik even vast dat dat het cyclisme verder gaat. En hij achterblijft en er niet meer is. Mathieu? Nee. Oh. Greg. Greg van Avermaet. Dit was een Greg-etappe. Ah, ja. Greg was hier in zijn topdagen eerste geworden. En was in alle andere jaren was hij lekker vierde, derde, tweede misschien geworden. Ik in 2017 of in 2016-17 kwamen we aan in Rodez. Ja, in precies. Tour. Precies ja. Die etappe. En 16 won hem. Ja. En 17 reden wij met, toen heette het Sunweb. Ja. Ik, Albert Timmer, moesten we met z'n vieren knijt gaan rijden. Jorroy Curves en zo, om Michael Matthews. Dus ja. Ook, en dan reden we samen met de ploeg van Greg. Ja. Want Greg ging hem ook winnen. Ja, ging hem winnen. Zeker. Toen won Matthews, die Angelsberg op. Ik weet nog super, Mike Teunissen, reed ook nog bij ons. Ja. Dikke nek in de goede zin van het woord. Ja. Ik weet nog, slechte zin. Wij reden volgens mij met z'n tweeën naast elkaar over de meet. Weet je wel, high fives, dit, dat. Michael gewonnen hadden we al in het oortje gehoord. Heel dag gereden. Maar dit is wel wat Greg kon vroeger. En in zijn hoogtijddagen kon hij nog meer. Want volgens mij heeft hij een week in het geel gereden. Misschien heeft hij toen ook nog voorgereden in het geel, toch? Ja. Als je het hebt, de laatste die dat gedaan heeft, is Greg geweest. Greg van Avermaet is de... We missen je. Mooiste. Greg, als je dit hoort, we missen je. Want, vooral op dit soort etappes. Maar je bent ook echt een van de mooiste renners ooit in een gele trui. Bruine beentjes. Goh. Cycloerotisch. Oké, voordat we gaan kwijlen. Maar nou ja, als we de lijn van de cycloerotiek toch even doortrekken. Martje? Ja, Martje gaat naar huis, denk ik. Ik heb net een interview met hem gezien. En hij zei, als morgen nog zo is, dan ga ik niet aanklampen. Hij was bij de eerste gelost, toch? Het was echt niet leuk om te zien. Het was gewoon Martje 0.5. Ja, in plaats van Martje 2.5. Als je het dan nog hebt over... Ik denk, hij gaat het over een grote renner hebben en zo. Ik denk... Wat we vandaag hebben gezien met Poggi. Weet je, op zo'n 1,6 kilometer. Wat een heerlijke renner. Ja. En dan doet hij het straks waarschijnlijk ook nog op plantje Belfield. En dan is er nog een aankomst op Alpe d'Huez. En doet hij het ook nog een keer. Dus van kort tot lang, alles kan niet. Slotvraag. En ik denk, ja, dit zag je toch Chris Froome toch niet doen? Volgens. Slotvraag. Ik wil niet over Chris Froome. Nee, maar ik ga het daar toch niet over hebben, dacht ik. Maar wat een andere tijd. Het nu is. Lau. Ja. We hebben nog best wel lang te gaan. Dit is etappe 6, hè? Ja, lekker dus toch? Ja, dat is echt super lekker. Maar ik wil elke dag gekloot. Terwijl de barbecue man van dienst. Hè? Dus niet de eindbaas, maar de barbecue man van dienst. Krijgt even een teken. Het mag erop, de rendang. Kunnen we het alsjeblieft een beetje leuk houden met de koers? Want dit voelt alsof het in de plooi ligt. Dat vind ik echt niet lekker. Maar toch was een gozer. Er rijdt, geef de mensen hoop. Ja, er rijdt iemand in het gele trui. Die rijdt de hele dag alleen voorop. Met drie man. Dat je denkt, dit heb ik nog nooit gezien. Veel leuker was... En ze rijden eerst de uur 52 gemiddeld. En dan nog weer een keer 50. En dan... Ik heb het over de komende 15 etappes. Hè? Niet ja, natuurlijk. Poggi gaat winnen. Ja, dat ja, ik, sorry Steve, maar ik zie ook niemand anders winnen even.
Maar als je dan ziet vandaag, weet je, hoe speels en gisteren hoe speels. We willen een Pokéboy fanclub oprichten in Noord-Holland, Chapter Noord-Holland. Chapter Noord-Holland, ja. Dus dan verdient hij toch ook wel dat je daar gewoon van geniet, weet je. Je hebt helemaal gelijk. Hij pakt het geel vandaag. Hij wint niet alleen voor Matthews, Godu, die in orde is. We gaan uitlopen en dat willen we niet. Dus we gaan het niet over David Godu hebben, maar verdomme, Godu is in orde. Pitcock. Oké, we gaan uitlopen. Nairo ja. Quintana. Narita zat er gewoon. Oh. Wat een beest. Ik wil het nog even over Dominique over Godu. Ja, ook in orde. Ja, zeker. Hartstikke knap. Ik weet nog dat je eerste tour reed. Toen waren we met z'n tweeën aan het battle op de Quad Affair. Ongeveer 5 minuten achter Steven Kruiswijk. Die Alpe d'Huez aan het doen was. Met z'n tweeën kop over kop zo. Ik dacht, ben jij nou Frans Hoop? Ja. Weet je wel, rijk hier op mijn oude dag. Die is wel te goed doorgegroeid. Dylan Teuns wordt zesde, Vindekaart zevende. Martinez, Roglic, Bardem, Mas, Yates, Latour, Paulus. Thomas Mas ook een 15. Goede tour tot nu toe, hè? Ja, in tegenstelling tot de liefde die jij hem geeft off the record. Ja, off the record. Oh, die zit die Mas er weer bij. Ik hoop zo op die nieuwe Netflix, dat Movistar een keertje weer op Netflix komt. Ik ga mijn bandje. Ja. Pogacar heeft het geel. Paulus, 4 seconden. De tweede, Jonas Vindekaart, 31 seconden, nummer 3. En dan gaat het af naar Yates, Pitcock, Thomas. 4, 5, 6 voor Ineos. Vlasov houdt de schade beperkt. Sterker nog, gaat goed met Vlasov. Over dat Ineos gesproken, ik zat er vandaag op de fiets al even over na te denken. Heb je gefietst? Ja, ik heb 3 kwartier even de beentjes losgereden. Jij bent echt pro. Ik ben echt pro. Morgen het vliegtuig in. Nee, maar die Ineos-mannen, die hebben dus nog geen onnodig trapje gedaan. Nee. En ze staan 4, 5, 6. Die snappen dat het in de grote ronde maar om één ding gaat. En die gasten die hebben er weet ik veel hoeveel gewonnen. Ja. En ze hebben misschien niet de renners die ze toen hadden, maar de tactiek die blijven ze vasthouden. Ik ben wel benieuwd waar het uiteindelijk gaat eindigen in Parijs. We moeten duidelijkheid scheppen, want we gaan afronden. Wanneer zijn we daar nou met wat? We maken podcast. Ja. 3 weken, ja, maar we maken zoveel. We moeten even een beetje structuur geven. Contentmachines zijn. Zal ik een poging doen? Nou, help mij ook maar even, want ik weet het ook niet te vinden. Nee, we zitten op TikTok, hoorde ik. Ja, kappen dat, nou. Ja, dat is onze stagiair. Dat is een experiment. Okay. Maar we zijn op Instagram, op YouTube en op elke podcast-app zijn we te vinden. We maken elke avond, meteen na de koers, maken we een podcast. Die zijn we nu aan het maken. Die komt op de podcast-app en op YouTube. Op YouTube. Dus beste luisteraar, als je naar die lelijke koppen van ons wil zien. En als Thomas erbij is, ook zijn mooie smoelwerk. Zit altijd in zijn blote bas trouwens. Die zit altijd in zijn blote bas. En is bereid ook verder te gaan. Als daar gewoon betaald voor wordt. Ja. Dus dat is YouTube. YouTube en zeg maar audio podcast feed. Die zijn beschikbaar elke avond voor je. Vanaf een uurtje of 7:30. Als we onze game We zijn niet de snelste, krijgen. Maar we zijn wel de beste. De beste, ja. Dat vind ik mooi. Want snelheid is voor... Gewone mensen. Actualiteit, ja. Gewone mensen. En dan hebben we ook nog... Ja, we zitten hier bij Villa Tour. Man, er gebeurt van alles. Er komen gasten. We gaan fietsen met Wilfried. We maken... Moes, die jongen, die heeft vandaag een filmpje gemaakt. Het is niet te doen. Er gebeurt hier van alles. En dat leggen we vast. En dat kan je op Instagram vinden. En volg TikTok? Gewoon. Ja, en TikTok. Ik heb niet eens een TikTok-account. Ja, ik ook niet. Nee. Maar op Instagram vind je het dus een voorbeschouwing. Ik kreeg vandaag 2 of 3 vragen van mensen die zeiden van... joh, ik luister jouw podcast of jullie podcast. En jullie hebben het de hele tijd over wat jullie 's ochtends besproken hebben in de voorbeschouwing. En we hadden gelijk of we hadden geen gelijk. Die staat op... Instagram. Van? Live Slow, Ride Fast. Ja. Le Matin. Acknowledge by the horse. Le Matin. Dus elke ochtend gewoon in een post, toch? Een niet in een story, maar gewoon in de post. Een reeltje, maar die kan je gewoon als post kan je aanklikken. Ja. Volg gewoon Live Slow, Ride Fast. Jij zat in een badjas vanochtend, zo. Ja, Thomas en ik werden wakker. Thomas was gewoon Thomas. En de eerste vraag was, zullen we fietsen? Wow, hoeft niet. ik zei, Thomas, zullen we gaan fietsen? En hij zei... Oh ja, wat zei jij toen? Ja, godverdomme, homo's even recht. We gaan toch fietsen, joh. Godverdomme, homo's even recht. En toen hebben we dat niet gedaan. En toen hebben we de voorbeschouwing in ons badjas op het randje van het bed gedaan. Met 2 croissantjes ertussen. Niet gefietst? Elke ochtend niet gefietst. Elke ochtend. Luxe paarden, werkpaarden. Je refereert er zelf aan. Elke ochtend, uurtje of 10, 11.
heb je gewoon een minuut de voorbeschouwing. Alles wat je wil weten. Scherpe inzichten van Ten Dam. Scherpe inzichten van Dekker. Jullie gaan dinsdag weer voor het eerst fietsen gokken. Helemaal niks te missen. Oh ja, zondag heb je de roosterheid. Ja, mooi, zondag hebben we de roosterheid. Zaterdag komt Eve met de kids. En Pip komt ook gewoon even langs. Tessa moet ook even langskomen met de kids. Maken we gewoon een leuke... Het wordt helemaal goed. Ja. Het wordt helemaal goed. Zondag roosterheid. Oké, okay, dus de voorbeschouwing op Lislo rijdt vast Insta. Podcast staat ook op YouTube voor de millennials, voor de Pasco 1, gewoon zonder ons die alle ja, podcasts precies. kijken. Of die alleen YouTube kijken. Precies. En dan onze eigen stories, nog her en der, tussendoor. Ja. Dus gewoon als je gewoon Ed Lauwens en Dam... Maar die voorbeschouwing komt niet op de podcast. Ed gaan Thomas we nooit Dekker, doen. Ouwe Thomas Dekker. Ja. Nou, als daar genoeg animo voor is wel. Maar in principe, kijk, wij zitten gewoon aan het rondje van het bed. We zitten gewoon een kwartier te lullen. Podcast. En dan kan je net zo goed live gaan op Insta. Ja, precies. Ja. Ah, dat is een goede suggestie. Het was wel weer genieten met Telbas, hoor. Ja. Bauke Mollema, zei hij. Bauke had hij gespeeld, ja. Ja. Werd hem niet, hè? Ah, nee. Doet hij mee, Bauke? Hij doet wel mee, maar hij werd achtste in die tijd, toch? Maar Bauke snapt de wet van de grote ronde. Bauke gaat nog wel een keer zijn neus aan het venster. Jonne zou zeggen, de eerste pannenkoeken zijn voor de kinderen. Er is ook nog geen rit voor Bauke geweest. Het is echt een beetje laten Hollandse ziekte ook, hè? Wat? De eerste pannenkoek zijn voor de kinderen. Heel goed zijn in de eerste week. Ja. Maar daar ga je niet de geschiedenisboeken mee in. Dat is wel echt een ding, hoor, Lau. Zijn Nederlanders zo? Vind je Nederlanders zo? Nederlanders en dan komen die Spanjaarden de Movistar-dag. Dus Nederlanders zijn altijd goed in de kwartfinale. Weet je wat Movistar-dag is? Nou. Weet je dat niet? Nee. De dag na de tweede rustdag. Ja, dat was vroeger in het peloton. We dachten ze ervan dat ze alle achter een bloedzak erin hadden gekletst. Of weet ik veel wat. Maar dan rezen het hele peloton als het er rond. Ja. Movistar-dag. En dan gingen ze zo hard de dag na de tweede rustdag. We gaan afronden, man. Kom zondagochtend dus lekker mee fietsen. Ga naar liveslowridefast.com en meld je aan. Het is allemaal gratis, trouwens. Gratis. Wil ik nog even zeggen. De koffie is niet gratis. Heel Amsterdam kan toch rondje om? Rondje. Nee, nu doen meer dan. Hoe lang is het ritje eigenlijk? Je hebt het ook gezien. 70. Ja, Hiel heeft hem gemaakt. Ja. 70. Gewoon door de ronde. Gewoon een 70 stukje kilometer. Onderop. No drop. Groenhard. No drop policy? Of wordt er gekoerst? Drie no drop policy, maar wel in de groep waar je hoort. Oké, okay, welke snel, groep? Matig. En beginnen. Ja. Snelmatig slecht. Ja, jij noemt het slecht, maar je kan ook zeggen de instap, het instapniveau jij begon. Is geen drempel. Geen drempel. Okay. Dus jij kan ook gewoon meedoen. Wat ga jij doen, man? Je had vandaag impactstress. Ik had impactstress, ja. Ik zei tegen ze, opeens ik ga 1 of 2 uurtjes later komen, want ik begon mijn bloks te tellen. Je zei wat anders. Je zei, Steve, ik heb wat jij de dag voor hun bij had. Ja. Even het overzicht niet. Nou, het overzicht niet. Ik had het overzicht wel in zoverre dat ik wist dat ik niet hier om 2 uur voor de buis ging zitten. Dat ik zeg maar mijn koffertje in ging pakken met de start op de achtergrond. En daardoor duurde het koffertje inpakken ook lang. Maar ik ga een wedstrijd in Amerika rijden. Overmorgen rij ik rond deze tijd. Ja. Of ben ik al gefinished, denk ik, rond deze tijd, eerlijk gezegd. Crusher in het tussen. Rit 3 van 6 van Lifetime Grand Prix. Officiële wereldkampioenschap gravel allround. Ja, het schijnt een super tof evenement te zijn. 7 uur start, 1 uurtje of 4, 5 koers. Dus niet 10 uur. Dus we zijn om 12 uur binnen. Ja. Dan kunnen we delen. En dan is het daar ook een lunchplek voorzien voor alle atleten. En best wel lachen. Het was de gypsy. Er is ook geen support toegestaan. Ik vlieg in mijn eentje heen en weer. Dus het is voor mij ook best wel prima dat niet is. Dus het is zelf je bidonnetjes vullen, je eigen bandjes oppompen. Ik heb er echt wel zin in, ja. Lekker. We wensen je veel succes. We gaan je in de gaten houden. Je gaat heel veel jezelf filmen, want dan gaan we er een video van maken op YouTube. De paarden worden gek. Dat is voor ons het teken dat we moeten afnokken. Ik ruik het vlees ook. Wij gaan eten en daarna gaan we als een dolle naar Thomas in het theater. En dan gaan we op de eerste rij zitten en dan gaan we Hans Steven doen. Hè? Boeiend. Goed. Interessant. Boeiend. Thomas, we komen eraan. Hoe heet je het allemaal? Tot de volgende keer. Hoe dan ook en waar dan ook. En voor de tussentijd. Live slow, ride fast. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.